nooit een pak met gehaktbal in een magnetron doen. Wat ben je nou aan het doen? Zo, dames en heren. Ik begin de vlog vandaag wat later, want ik had vanmorgen weer die beroerde uurtjes. Zoals jullie weten ben ik gisteravond naar een café geweest met Tigo. Het was super gezellig, alleen ja, het was een nogal beroerde dag, nacht. Maar goed, even een tip voor iedereen, wat Miranda dus fout deed. Nooit een pak met gehaktbal in een magnetron doen, want dan krijg je dit. Dat ding is echt, als je iedereen zo'n blauwe deed had gelaten, dan was hij echt helemaal vrouwen. Maar goed. We gaan eventjes lekker naar het café. Nee, niet het café. We gaan even lekker eten of gewoon wat cola drinken bij het café. Ik ga geen bier drinken, dat weet ik nu wel. Want ik moet eerst even weer op pijl komen. Maar gewoon even lekker een cola, dat je lekker op het terras even een beetje... Dat is ook niet gek als je het hebt. Een beetje bijkomen. Maar in ieder geval tof dat jullie kijken naar je vlog. Ja, lekker gênant met mijn slippers en mijn lange broek. Ja, weet je, ik weet niet, maar op een of andere manier, die hitte die hakte bij mij de laatste tijd wel een beetje in. Ja, als je nou zo doet. Ja, maak het. Ja, hallo. Weet je hoe raar het overkomt zo? Andere kant? Ja, dag. Heb je helemaal scheef? Nee joh, echt niet. Oh nee. Nee. Als dat verlul. Zie ik het, ja, zo loop ik verlul, ja. Wat ben je nou aan het doen? We gaan weer niet van ijskoffie afleveren. Zo dames en heren, ik ben inmiddels weer thuis en ik weet nu ook wel een beetje waar die beroerdheid vandaan kwam. Het is buiten op het moment 30 graden, maar ja, hier binnen is het ook nog steeds 24 graden. En gezien de drukte, van de, oftewel de warmte dan. Maar goed, ik ga even editen, want dat is iets wat ik nog echt moet gaan doen, anders dan krijg ik mijn vlog niet op tijd af. Ja, dat eigenlijk, gewoon even editen. Ik zie je zo weer. Zo, dames en heren, ook weer gedaan. De edit is weer klaar voor de vlog. Dat is ook een beetje de reden dat ik vandaag, Tessa vroeg of ik nog mee kon naar het helemaal pas, maar dat ging helaas niet lukken, want ik moest de vlog editen. Als ik hem de vlog niet online of inplannen. En deze vlog die stond al sinds gisteren op of zo. En ik had echt zoiets van, dat heb ik altijd met vlogs. Als ik mijn vlogs opneem, dan wil ik hem ook eigenlijk heel zo snel mogelijk achter elkaar editen. Maar ja, weet je, dat kan natuurlijk niet altijd. Dus. Maar goed, de vlog is nu lekker geëdit. Dus ja, toppie. Nu kan ik eindelijk even doen wat ik echt zin in heb. En dat is gewoon lekker gehaktballetjes. Oh. Ja. Zo dames en heren, ik ben net even lekker een paar uurtjes te slapen van. En toen schoot, of... schrok ik me al kapot, toen bleek dat mijn vlog al klaar was. Hij heeft nog nooit zo snel gerend als nu, dus ja, wat top. Ik ga mijn vlog even lekker uploaden en dan ga ik even lekker douchen, want ja, dat kan ik wel gebruiken. Met al die hitte, weet je, dan ga je zo zweten en ja. Zo dames en heren, het is voor mij even tijd om heerlijk te gaan douchen. Ik heb het vlog ook even ingepland, dus helemaal top. Alles is helemaal klaar voor het uploaden, oftewel het online zetten, het gaat allemaal lekker vanzelf. Dat is echt makkelijk van YouTube. Die gewoon, dan kun je gewoon alles gewoon plannen op YouTube van zodat wil ik het online hebben. Ik hoop echt dat ze die functie nooit gaan verwijderen, want dat zou echt kut zijn. Want dan zou ik gewoon altijd te laat komen met de vlogs. Maar juist door deze functie dat YouTube automatisch de vlogs online zet op een bepaald tijdstip, een bepaalde dag, kan ik gewoon mijn vlogs blijven uploaden op tijd. Dat is echt top. Daardoor ben ik serieus nog nooit laat geweest met het vlogs uploaden. Gewoon puur omdat die YouTube die functie heeft, gewoon dat alles gewoon automatisch online gezet wordt. Het is echt een topfunctie. Echt een weksel bij me. Daardoor ben ik hier dus nog nooit te laat gekomen over het uploaden van vlogs. Dus shout out naar YouTube. Echt top. Dan nogmaals, ik ga even lekker douchen, want ik stik nogal. Dus tot zo. Zo dames en heren. Nou, ik heb even heerlijk gedoucht. Wat ik wel echt even nodig kan ik je zeggen. Weet je, dat was, ik had dat shirt nog aangehad bij het café. Dus dat was niet heel handig, waardoor je weer heel erg naar bier gaat ruiken. Maar goed, dit is heel erg. Ik weet het. Maar dit was gewoon de vlog voor vandaag. Ja, het is echt heel gek, maar ik had vandaag gewoon even een dagje gewoon lekker om even een beetje te chillen, even een beetje bijkomen van het weekend. Dus dat. Hoop ik heb hier alsnog misschien een beetje van genoten. Dit zijn, zoals ik al eerder in de vlogs heb aangegeven, gewoon vlogs waar ik zelf niet echt achter sta. Want hè, ik blijf natuurlijk gewoon vlogcontent maken en ik blijf natuurlijk gewoon bezig. Maar dit zijn gewoon dagen dat ik gewoon, je hebt niet zoveel te doen. Er komt wel verandering in. Dat kan ik je zeggen, want vanaf de volgende vlogs gaan er weer echt veel activiteiten aankomen. Want het eerste zomerfeest gaat alweer losbarsten vanaf de volgende vlog. Dus wees erbij, het wordt super gezellig. Ik weet niet of zeker de komende vlogs zijn, maar we gaan weer helemaal alle kanten uit. We gaan weer van alle gekke dingen mee maken. Dus wees erbij, hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Dan zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken. Vrienden, blauw duimpje omhoog doen, vrienden, abonneer op mijn kanaal. Je wist niet gedaan.
Dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende vlog hier op Mitty. En dat zeg ik zoals altijd en ook vandaag. Blijf positief en peace!